vlammen, die gaan mijn job doen. Die gaan al die resten netjes zuiveren, dat dat hygiënisch top is. Voilà, onze grill is proper. Ik ga daar nog wat oudskool aan toevoegen. Niks fout. Laat de natuur zijn gang maar gaan. Ik denk dat we binnen een minuutje of 10 klaar zijn om te grillen. Ik organiseer een barbecue en dan heb je zo'n weer. Ik denk dat je dat moet verdienen. Je weet, ik ben een voorstander om eigenlijk alles op voorhand een beetje wat buiten te leggen om de temperatuur te krijgen al. Maar het is nu echt fantastisch zomer en dan moet je wel een beetje opletten. Dus ik heb nu eigenlijk mijn ingrediënten toch even in een koelboxje gezet en ik ga die er dan vuur aan mesuur uithalen voordat ik ze ga grillen. Voilà, ik ga iets maken met kippenvleugeltjes. Ik heb konijn, een super product. De natuur geeft ons in de zomer ree. Ik ga zeker iets met ree doen. En dan heb ik een eend, een kanaar, dat ook op de barbecue super is, met de nodige salaatjes. Ik hoop maar één ding, maar ik twijfel er niet aan dat ik heel goed hulp ga krijgen. Dus ik ben er klaar voor. Hallo, dag Johan. Tof dat je er bent. Fijn dat je mag komen. Je moet me goed commanderen. Nee, maar dat gaat zeker. Dat zeg ik niet vluchtige mannen, hè? Ja. Ik ben Ingrid Lieten, minister in de Vlaamse regering. En ik kom hier bij Johan om iets bij te leren. Ik ben al bij hem gaan eten in het restaurant, maar nu hoop ik echt de finesses van het barbecue te leren. Ik heb iets meegebracht. Mag ik u dan zeggen? Ik heb een flesje heel goede Limburgse wijn, Claude op Leeuw. Ik weet niet of je dat kent. Heel lekkere wijn. Stel je voor dat ik nee zeg. Dan begin ik al min 50. Ja, het smaakt een beetje gelijk een goede Bourgogne. Ja, absoluut. Dus, als we een beetje moeten... Nee. En dan heb ik iets met een hof meegebracht. Je weet, dat is een symbool van rijkdom. Hè? Zelf dingen hebben in je eigen hof. Dat is ook zo. Kijk, van die lekkere cassisbesjes. Ja, top. En dan heb ik meegebracht... Ik weet niet of je dat kunt gebruiken, maar ik dacht, ik ga maar doen. Hè. Van die arbeidjes, van zijn zo van die bosarbeidjes. Zo. Die staan zo bij mij in een hof. Ik doe daar niks aan en die overleven. Hè. En dan babbelschermen, zou ik ze wel opeten. En dan, dan heb ik hier rooi beertjes. Super, nee. En dat past ook perfect met hetgeen dat ik... Vermis dat dan nu. Hè. Je zegt bos dit en bos dat. En ik heb daar iets dat ook in het bos leeft. Ja? Dus dat moet samengaan. Ah, natuurlijk. Nou, voilà. Oké. Dus ik ga nu beginnen gewoon een goede pot op het vuur te zetten. Je zegt van ja, we zijn wel een barbecue en dan zet hem een pot op. Maar je gaat direct zien... Zo'n zware gietijzer. Ja, zo. Die past op de barbecue. Ja. Hè. Ik heb even alles fris gelegd. Hè, want het is echt... Een eendje? Ja. Ah, een Barberry eend is dat? Ja. Oh, dat ken ik. In het Frans is dat Canet de Barberie. Hè. Wat zijn dat? Dat zijn de... rellen en dellen van die eend. Ah, ja. Wat ga ik doen? Ik ga dat kleuren. Dus we gaan dat eerst goed aanbakken. Lotte Morgaan, dat moet je niet in zien. In zo'n pot kan er niks fout gaan. Nee, wat heb ik daar nog voor gesneden? Een beetje selder, een beetje najaan. Verse tijm, een beetje laurier. In deze natuurlijke omgeving hebben wij dat allemaal. Ja. Dat ga ik er ook in doen. Ja. Een klein beetje zout in doen ook. Nu, eend zelf. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Ja, ik zal eerlijk zeggen, ik hou niet zoveel van al die op voorhand gefileerde magrede kanaars en toestanden. En waarom? Ik wil, hier staat op wat het is, van waar dat komt, hoe dat geleefd heeft. Voor mij is dat een noodzaak. Wat is belangrijk om zoiets uit elkaar te halen? Dat zijn de twee borsten. Hè? Ja. We moeten langs het dier beginnen. Ah ja, oké. Dus
Je hebt hier, ik snij hier gewoon midden in. Gewoon, hap, zo. Dan voel je, je moet altijd zoiets uitbenen. Dat is eigenlijk altijd een beetje met je handen voelen. Dan ga ik met mijn mes gewoon langs dat gebeente. Ah ja. Zie je het? Ah ja, langs de ribbenkast eigenlijk. Dan zeg ik, kom hier een bil tegen. Ja. Dan weet ik, die bil die zit hier ergens vast. Ja. Voilà. Dus dan moet je dat zo klein beetje wat foefelen en roemelen. En je gaat dat zometeen wel zien, dat komt er allemaal vanzelf uit. Ik moet het bekennen, we hadden vroeger ook eenden thuis. En ik heb dat wel gezien, mijn vader slachtte die dan ook zelf. Ja. Hè? En dan moesten ze zo plukken. En... maar zo... Wel, ik moet zeggen, dan zet jij in rijkdom grootgebracht. Dat is ook dat zo. Is eigenlijk een stukje zo wat... Dat is spijtig, dat in de kinderen die in een stad opgroeien, dat die eigenlijk geen gevoel meer hebben. Hè? Die weten eigenlijk niet wat dat is. Ja, en dat is spijtig. Want als je niet weet wat het is, heb je er ook weinig respect voor. Verstaat het? Ja. En zitten die ingewanden daar ook nog in, Johan? Of zijn die... Deze ingewanden zijn er uitgehaald. Ja. Kom eens even... Moet ik roeren? Sowieso even dat omzetten. Dat langs alle kanten kleurt. Imagine every whale was free to roam. Imagine if the trees could tell us where to go. Imagine that the sun could fill each lonely heart. Imagine confrontation never gone. Goeie Marie. Ja, absoluut. Voilà. Ik heb gehoord dat er goeie eters komen. Ja. Mijn ouders en mijn schoonouders. En nog een tante en onk. Barbecue je soms zelf ook. Ja. En... Absoluut. Ja, maar we hebben een taakverdeling. Mijn man is meer degene die aan de vuur staat. En die kookt ook heel lekker. Is het waar? Ja, ja. En dus ja, je moet keuzes maken in het leven. Hè? Je moet geluk hebben. Jongen. Maar begint hier al een schokkleurje te krijgen. Ja, houd dat maar goed in doog. Er staat er wat water, giet dat er maar in. Ja. Ja, dat mag goed onder staan. Ah ja. Oké, nu gaan we dat even laten koken en dan gaan we dat opzij zetten. En dan moeten we ons er niks van aantrekken. Dat mag helemaal inkoken. Mag ik eens vragen? Alles. Mag ik mijn schoenen uitdoen? Als dat geen invloed op mijn eten heeft... Ik loop liever op mijn blote voeten, nee, is dat gezond. Goed? Ik zeg, als vrouw mag dat allemaal, hè? Ja. Dat is het grote voordeel om vrouw te zijn. Maar die blote voeten op het gras lopen, is niks zo fijn. Ja. Ik ga een beetje grofzout zo... Wanneer kies je voor grofzout en wanneer voor... Oh, in deze, omdat dat er zo stilletjes aan kan inkruipen. Ja, zo ook, allee, deze is niet alleen grofzout, maar dat is ook goed. Dat is echt zout van kwaliteit. Ja. Hè? Langs hier ga ik er een klein beetje olie op doen. Omdat hier is dat mager. Hè? Ja. Maar het kan niet over. Langs de andere kant is dat vettig genoeg. Ja. Dus maar zo, we gaan dat even zo allemaal goed invrijven. Ik kan dat zo juist voor mijn vuur leggen. Ja. Niet erop, maar... Hier zo. Ja. Zo. En dan gaan we dat gewoon even laten dichtschroeien eigenlijk. Ja. Dat ruikt al lekker, hè? Ja, ongelooflijk. We hebben nog niks gedaan, hè? Ja. Ja, voilà. Professioneel mag je dat in principe 4 keer verplaatsen. Ja? Ja, omdat je schoon die kader moet hebben. Ja, maar... Dat is voor het zicht. Als we voor sterren gaan. Ja. Nu gaan maar vermis dat u een ster bent, moet ik er niet meer voor gaan. Hè? Nu gaan we voor hartelijkheid. Ja, hè? Voilà. Hier? Te warm, of kan je misschien hier liggen? Hier zie je koek zo'n plutsje. Ja, dat is... Kijk eens, dat is allemaal perfect. Aan. Dat gaat een juke worden. Mamma mia. Daar zou wel de Limburg naartoe komen, denk ik. Zeker weten. Naar uw juke. Voilà, het is het moment. Hè. Ze zijn dichtgesprooid en dan gaan we dat zo een klein beetje wat aan de zijkant. Laat dat maar gaan. Hè. In het leven is eten belangrijk. Maar het begint toch ook stilletjes aan dorst te krijgen. Hè. Ja. Gaan we het wijntje opdoen? Ja. Zeker. Dat is een goede vriend van mij, Peter Kolleman. Die heeft een oude klo, eigenlijk, hè? Een echte ommuurde tuin. Ja. Heeft hem, helemaal opnieuw begonnen en mooie wijnstokken geplant. Zoveel jaar geleden. En nu maakt hem heel lekkere wijn.
Zou je niet denken vanuit de Limburg? Jawel, jawel, jawel. Er is een periode geweest dat we geen wijn meer gemaakt hebben in Limburg. Weet je hoe dat komt? Ik ga je eens geschiedenis leren. Hè? Dat is Napoleon, die heeft dat destijds verboden, want er mocht alleen maar Bourgogne-wijn gemaakt worden in het Franse gedeelte. En dus dan is die kunst bij ons weggegaan. En nu zijn er heel veel wijnboeren terug. Ik denk dat dat een hele verstandige man was, dat hem zo'n beetje de Limburg... Want bij ons heeft hij wel havens gebouwd en dokken gebouwd en zo. Toen wist hij al waar dat de lam brandde. Gezondheid, hè? Ik hoop dat het hem smaakt. Hè? Oh. Een barbecue. Ja. We kunnen dat nu laten liggen. Ja. Ik denk dat het moment is, er is hier nog iets prachtigs dat we eigenlijk moeten zien. Het zijn er veel, hè? Ja, en dat is zo, je ziet, dat is nog dons, hè? Die zijn echt nog dons, ja. Maar dat is nu heel hypocriet, hè. Ik vind dat fantastisch en ik wil dat klaarmaken, maar je moet mij niet vragen om dat door te doen. Is dat waar? Nee, ik meen dat dus niet. Natuurlijk, ik weet wel dat dat zou, dat zou moeten, dat ik dat zou doen. Ja. Ja. Moest dat voor eten en voor mijn gezin zijn, denk ik dat dat... Dan moet je dat wel. Ja, dat is waar. Ik ga dat niet over mijn hart krijgen. Ik moet eerlijk zeggen, mijn vader die heeft ons dat eigenlijk wel zo'n beetje verplicht. Omdat hij slacht dan zijn konijnen en zijn eenden en zijn kikkers. En wij moesten af en toe wel eens komen kijken. Ja. Het is een stuk opvoeding. En hij zei dat ook tegen ons. Want soms, zeker in het begin, als je dan zo'n konijntje zegt. Je moet wel weten zijn, het wordt wel geslacht. Hè? Ja. Maar ja, het is zo prachtig ze daar zijn. Nee. Ik heb hier wat rijst, een beetje mayonaise, wat curry. Dat je dat zo'n klein beetje wat mengt, wat peper en zout. Zelfgemaakte mayonaise. Uiteraard. Ik zie het. Oeh, lekker. Ja. Ik ga nu aan konijn beginnen. Ah, dat is goed. Of dat wordt ook zo weinig nog gegeten, vind ik zo. Maar ik vind dat... Ja, zie dus, jong. Zie dus, wat een schone rug. Vertel me eens, als je barbecuet, wat zijn uw succesgerechten? Vis en papillot. Ah ja. En ik heb ook heel veel verse kruiden in mijn tuin en daar speel ik ook graag mee. Ah ja. Ja. Dat is toch plezant, hè? Je kunt je altijd zo wat experimenteren. Hè? En uw echtgenoot? Die kan veel beter koken dan ik. Meen je dat? Echt waar. Ja, ja. Zeg je dat omdat hij het zou doen, of is het zo? Iets wat iemand goed doet, moet je altijd aanmoedigen, hè? Ja. Sinds ik minister ben ik weinig thuis, kook ik weinig, veel minder dan vroeger. Dus hij doet het ook, hij kan het ook heel goed. Ik vind het wel belangrijk dat je ermee bezig bent. Dat doet mij heel veel plezier. Hè? Want sommige mensen hebben geen tijd en dan doen ze het niet. Hè? En dat vind ik wel, dat vind ik wel heel erg. Ik kan die konijntjes op de grill leggen. Ik kan een klein beetje olie, maar dat is geen vetvlees, dat is mager vlees. Hè? Dus ik ga dat een beetje inwrijven. Moet je ook zout hebben? Ik heb er al wat zout op gedaan. Ik kan die gewoon... Rustig dichtschroeien. Dat begint er echt goed uit te zien. Ja, hey. Dat wordt zo goudbruin. Ja, je moet dat voelen. Ja. Dat is dat je moet hebben. Wilde jij voor mij die vruchten uit de natuur plukken? En mag ik ze mengen? Ja, super. Die komt uit een hof, hè? Absoluut. Dan mag het van mij gemengd worden. Jij zit goed bezig. Dan ga ik naar de volgende stap gaan. Hè? Ja. Kon je zien wat er allemaal nog in mijn toverdoos zit? Ja, super. In wel een rijk land leven wij. Hè? Fantastisch, hè? Kippenspiesjes. Ja, maar... Zelf maken, hè? Ja? Ah, ja. Ik heb kippenvleugeltjes genomen. Ja, niet foefelen. Dat is allemaal zo eenvoudig. Je snijdt gewoon plakjes ervan, hè? Dus... Voilà. Hebben we stokjes. Ah, hier. Nu, je kent een truc als je zoiets op de barbecue legt. Oh. Dat zijn oude stokjes. Die zouden kunnen verbranden. Hè? Ja. Maar eigenlijk stekte die best even wat in het water. Dat die wat water trekken, dan branden die niet op. Dat is een goed idee. Ja, voilà. En dan is het eigenlijk... Je steekt daarin. Ja. Je komt naar onder. Ja. Dat is bijna crocheteren, dus daarmee denk ik dat ik dat u ga laten doen. Ga jij dat voortdoen voor mij? Je bent een schat. Ik kan doen alsof ik werk aan een barbecue heb. Dat gaat goed komen, jong. Ja. Dat is lekker. Dan gaat je die ook nog kruiden, die kippetjes, of wat gaat je dan doen? Ja, maar ik ben niet zo voor
voor al die te veel marinades en zo van alles. Het is een goed product. Dat kieken, hij moet geleefd, hij gegeten wat dat moet even. Ja. We moeten dat een klein beetje zo wat respecteren eigenlijk. Kan dat satésausje... Dat is wat te moeilijk om uit te leggen, dat satésausje. Maar dat ga ik opschrijven. Ja, wat is dat? Dat is een naar soorten. De website. Is het waar? Heb je dat zelf absoluut. Gemaakt? Dat is een soort paadje, zo, een pasta kerel. Wij maken alles zelf. Een klein beetje water dat wat uitsmelt. Zit dingen zijn kokos en curry of wat heb je daarvan? Ja, oké, okay, kijk, ik zal de website gaan lezen. Het is moeilijk om onderdanig te zijn, dat weet ik. Maar ik zou graag, alsjeblieft... Ja, meneer. Een ja, beetje chef, een salaatje maken. Ja, oké. Okay. Met die ijsberg. Met die ijsberg, een beetje komkommer. Komkommer, ja. Die boontjes. Ik ga daar kwarteltjes bij doen. Waren jullie met velen thuis? Ik heb één broer. Ja? En dus, maar bij ons is het een beetje de zoete inval. Hè. Mijn broer en ik, wij zijn eigenlijk bij ons ma blijven wonen. Wij wonen eigenlijk allemaal samen op een kluitje. Is het waar? Ja, dat is wel heel plezant. Hè. Dat betekent dat we regelmatig bij elkaar over de vloer komen. En zo op het onverwacht. En zeker in de zomer. Dan kun je eigenlijk wel improviseren en zeggen, gaan we barbecueën. Het is ook toch plezant dat je overeenkomt met de familie en zo. Van die dingen. Dat is toch een ongelooflijke... Heel belangrijk. Een waarde in het leven eigenlijk. Hè. We kunnen goed samenwerken. Ja? Hè. Dat is ongelooflijk. Hè. Dat is room. Gaan we dat mee doen? Ik had gezegd dat ik een sausje ging maken, hè? Ah, dat doe je daarbij. Voilà. Oh la la. Voilà. Laat dat maar koken. Tegen strak, als we aan tafel zitten, is dat perfect in orde. Kijk eens, jong. Ree. Ongelooflijk, hè? Dat is een echt schoon reefileke. Ja, dat is een reefileke. Dat is nu open. Hè. Dat is nu de moment. Nu is het weet je wat voor mensen het soms aardig is, maar dat is echt de moment. Ja, je denkt soms dat dat is voor in de winter te nee, eten. Nee, dat is echt nu. Kijk maar op de jachtkalender, dat is echt nu. Ik vind dat wel goed dat we dat nu op de barbecue leggen. Alles is perfect. Onze salaatjes zijn klaar. Zelfs, mogen we niet vergeten, bij die salade, er gaan die chips bij. Kroephoek. Gaat er ook bij. Dat gaat er allemaal bij. Dat wordt allemaal gemengd. En dan ons pindasaus erop. En zo wordt dat gegeten. Amai. Ja, dat is een beetje Indonesisch, maar dat is super lekker. Ja. Van die kroephoek doet er zo een klein beetje. Ja, en dan wat chips. Probeert het dan wat te mengen. Ja. En dan als garnituur die andere allemaal erbovenop. En dan gaan we dat uit de warmte halen. Oké. Okay. Zeg, hoe komt die aan die chips? Is het er precies zelf gemaakt? Ja, of wat is dat? Uiteraard, jongen. Is dat waar? Hoe doet uiteraard, je dat? Uiteraard, we maken alles zelf. Aardappelke schilvers. Ja, gewoon met de mandoline noemen ze dat. Hè. En dan gewoon met die patat en dan wassen. En dan up in de frituur, pocheren en gedaan. Het is eigenlijk een delicatesse. Hè. We zijn dat gewoon allemaal van zo in een zak te kopen. Maar als je dat zelf maakt, is dat wel echt top. Hè. Okay. Ik denk dat die saus die ik gemaakt heb, die ga ik nu passeren. Het ziet er heerlijk uit. Voilà, alles is er mooi uit. Ja. Dat is powerspoel. Ah, mooi. Oké. Okay. We moeten er stilletjes aan ons voorbereiden. De gasten zullen dadelijk zijn. Om eraan te beginnen. Hè? Ja. Follow the sun. Which way the wind blows. When this day is done. Eerst op het vel. Ja. Op het grote vuur ga ik nu even mijn ree dichtgroeien. Ik hoop dat ze grote honger hebben. Uh-huh. Huh? Moet ik voor mij nog één ding doen? Ja. Dat is die ananas snijden. Ja, en zo van zes partjes. Ja, absoluut. Pruimpjes, dat is ook lekker. Ja, ook bij dat konijn. Hè. Ja. Die leg je er gewoon op, hè? Daar hebben we geen niks op gedaan. Ja, dat moet ook zo'n beetje... Nee, daar zit wat suiker in. Ja. En dat gaat wel perfect karamelliseren. Ja.
Ik besef nu, moest ik u niet gehad hebben, hè, dan had dat allemaal nog niet in orde geweest. Nee, maar ik meen dat. Kom, we leggen die dingetjes erop. Nee, keuken is eigenlijk... dat is geen one-man show. Hè. Nee, dat is iets dat je samen doet voor iemand. En dat is ook het mooie eraan. Hè. Dat is absoluut waar. Voilà. Ja, hier is alles lekkers. Dank je wel. Dank je wel. Ze leren altijd bij. Ik ga er eentje pakken voor zo'n one-man. Ja, dat is goed. Dank je wel. Dit is het slaatje. Daar ga ik dadelijk iets bij zeggen. Daar komt speciaal saus bij. Dag, lieve mensen. Ah, proficiat. Proficiat. Ik ben de gelukkige die heb mogen grillen. Ja. Met mijn chef. Met uw leerlingetje. Ik vond het fantastisch. Echt waar, serieus. Het is allemaal warm. Mannen, ik wil toch nog even klinken en dat meen ik. Ik weet, ik denk, wat moet ik zeggen? Eigenlijk is dat een beetje de ouders, hè? Zo, ja, mijn ouders en mijn schoonouders. Ja. Ik moet jullie bedanken eigenlijk dat ik gevoeld heb ook dat die opvoeding aan goed eten en drinken, ik krijg je van thuis. Dus wat, op dat gebied heb ik nog nooit zo geen goede hulp gehad. Oh, dat is charme. School, hè? Heerlijk. Heerlijk. Dat moet schoon, dat moet schoon rosé zijn. Heerlijk. Pak maar mee. Mijn leven is één geluk, jong. Nee, dat is waar. Eigenlijk is dat echt waar.